No mercy in his land. Ja, hier is Fishy weer en welkom bij deze hele nieuwe commentary. Dag nummer 2 en ja, we zijn weer wat wijzer, tenminste, ik hoop het. Op dag 3 zien jullie gameplay van mij op de map Gibraltar en ik speel hier met de Waffen. Een SMG in de game is dat. Ik speel trouwens ook hier met Paltje, de King77L. Hij wordt lekker MVP, ik word tweede. Ik hou ervan om tweede te worden. Als je nou altijd tweede wordt, dan val je niet zo op. En dan houden mensen... Nee, dat is onzin natuurlijk. Je wil gewoon MVP worden. Maar in ieder geval... Ja, ik word best wel vaak in het potje, moet ik eerlijk zeggen. Eerste of tweede. En het gaat niet altijd goed hoor. Maar qua KD vooral. Maar ik probeer wel wat rushen. Ik denk dat rushen de oplossing is om gewoon beter te worden in de game. En waarschijnlijk zal ik later ook wel wat minder rushen. Hè? Dat ik zeg van, hey, op bepaalde punten moet je dan eventjes gas terugnemen om ja, gewoon even te kijken hoe de tegenstander speelt. Want ja, de tegenstanders in deze game zijn echt soms, ja, gaat even, hoe moet ik het omschrijven? Ja, heel erg campy. En heel erg jammer is dat, want ik blijf erbij dat gewoon, als je gewoon door de map heen loopt, dat je in ieder geval weet hoe de map eruit ziet. En niet zeg maar ongeveer 10% van de map, dat is wel zo handig hè. Dus mijn tip aan jullie is, ga niet stilzitten en ga gewoon lekker door die map heen rennen en kijken wat er allemaal te beleven is. Want ja, het is best wel saai anders het gamepje. En ik zie zo vaak namelijk mensen op het einde van de scores 4 om 6 of 6 om 2 staan. En denk bij mezelf, ja, wat heb je dan gedaan in deze game? En dan heb ik bijvoorbeeld, ja, ga ik naar 19, 15, 17. Maar dan heb ik toch van mijn gevoel best wel wat gedaan, hè, in een potje TDM. Maar dat is een beetje off topic. Dat is in ieder geval een tip die ik wil meegeven. Meer tips ga ik zeker weten ook uploaden op mijn kanaal, want tips en tricks zijn altijd natuurlijk gewaardeerd bij Call of Duty Games. En vandaag gaan we het namelijk hebben over de Waffen. En de Waffen is een energiewapen die het allereerst heerlijk speelt. Alleen, ja, zwak en sterk is. En ja, hoe ik dat moet uitleggen. Nou, het ding is sterk als dat ding gewoon heel close combat is. Dan win je het eigenlijk van bijna elk wapen, maar zodra jij maar enigszins een paar meter van iemand af bent, en dan heb ik het over een metertje of 5 daar vandaan, voor mijn gevoel, dan is het ding al 50% voor mijn gevoel zwakker. En ik hoop echt ook dat ze die SMG's gaan patchen, dat ze weer generd worden, want volgens mij zijn ze behoorlijk gebufft sinds de beta, want in de beta was het nog wel leuk om... Tenminste, we speelden SMG's wel heel erg lekker. En dan had ik het idee van, hey, lekker rush game dit. En sinds de beta is het echt... ja, eigenlijk zijn er alleen maar een paar assault rifles waarmee er gespeeld wordt. En die zijn ook nog een keertje OP. En ja, moet je eerlijk zeggen dat er niet veel assault rifles ook zijn. Nou ja, de Waffen... op dit moment had ik nog niks erop staan. Ik heb later Quick Draw en Grip erop gezet. Dan wordt die al een stukje beter. Dat scheelt al heel erg veel. Maar mocht jij lekker nog doorspelen ermee, dan zou ik op het laatst toch Steady Aim erop gaan zetten. Steady Aim is een attachment in deze game en geen perk. Tenminste op dit wapen. En... waarom? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Want Chris, waarom moet ik hem Steady Aim spelen? Dat is toch eigenlijk een beetje noep, hè? Je moet toch aimen? Dat klopt wel, maar de rate of fire van dit wapen is behoorlijk hoog. Dus eigenlijk heb je niet op dat moment zoveel aan quick draw, denk ik. Het is natuurlijk een beetje aftasten nog in het begin. Maar als jij natuurlijk al from the hip daarmee kan schieten en je rate of fire is wat hoger, dan, ja, dan heb je de kans natuurlijk gewoon dat je gewoon een tegenstander sneller killt. En ondertussen kan je dan nog wel gaan aimen natuurlijk en iemand killen. Maar omdat je met rapid fire eigenlijk standaard op speelt, want het ding, zijn rate of fire is echt heel erg hoog, kan je dus ook beter gewoon standaard met grip spelen. Dus ja, vandaar dat ik uiteindelijk uitkom op een combinatie van grip met quick draw. En ja, dat is in ieder geval de tip die ik wil doorgeven. Verder denk ik dat het heel erg belangrijk is om je divisions te levelen. Ik speel je ook trouwens met de Division Mountain.
En Mountain, dan krijg je standaard een ghillie suit. Het is eigenlijk ook standaard een sniperklasse. Maar het voordeel als je daarmee speelt is dat je op level 2 divisie krijg je standaard Ghost. En voor mij level 4, ik geloof level 4 of level 5, krijg je Dead Silence. En Dead Silence zou je dan weer kunnen gebruiken misschien wel in free-for-all. Al is dan wel weer Ghost, als je die gebruikt ergens, zeg maar, is het gewoon weer eigenlijk helemaal niks. Dit blijft altijd een beetje lastig met deze game, omdat je hebt zoveel combinaties die je kan maken, maar je kan niet alles meer gebruiken. Je hebt natuurlijk die basic trainings die je erop kan zetten, dat je gebruikt die hustle erop, dat je sneller kan schieten, de meter is sneller rennen met schieten. En Ghost heb je dan weer niet, dan moet je weer een divisie voor gebruiken, maar ja, als je wil scavengen heb je ook weer een bepaalde divisie nodig. En als je wil, ja, het is allemaal gewoon best wel ingewikkeld en best wel lastig om die combi's te maken. Maar natuurlijk wel heel erg leuk, want daar kan ik heel veel video's over maken. En daar heb ik natuurlijk wel heel erg veel zin in. Ja, ik denk dat ik maar ga stoppen met deze commentaar, want ik heb genoeg geluld. Vergeet niet, vanavond ga ik trouwens weer streamen. We gaan weer verder en we hopen op heel veel toffe spotjes, kan ik wel zeggen. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en later. Bye bye.